Hi allemaal, ik heb een video voor jullie waarin ik mijn favorieten van maart laat zien. Er zijn natuurlijk zoveel mooie producten uitgekomen de laatste maanden. En ik heb eigenlijk gewoon wat producten bij elkaar genomen die ik gewoon eigenlijk tot mijn favorieten behoren. Ik heb er een favoriete video van gemaakt voor maart. En de meeste producten hebben jullie waarschijnlijk al wel voorbij zien komen. Of in een review of in een make-up look of zo, maar ik vond het toch wel leuk om er nog wat meer aandacht aan te besteden, omdat ik eigenlijk gewoon heel erg enthousiast ben over deze producten. Dus ben je benieuwd welke producten hierin zitten? Kijk dan gezellig mee. Het eerste product, dat is dit Absolute Rosé Eyeshadow Palet. Dit is natuurlijk het paletje van Catrice met de naam Frankie Rose to Hollywood. Wat ik zo mooi vind aan dit paletje is dat er eigenlijk hele zachte kleuren heeft, maar ook een paar hele donkere kleuren. Dus je kunt eigenlijk hier verschillende looks mee maken. Zowel voor een avondje uit kun je een wat donkere ooglook creëren en voor overdag kun je dus een wat lichtere ooglook creëren. En dit vond ik gewoon heel erg, erg fijn en daarom zit hij ook in de video. Dan een poeder, dat is de Essence Pure Nude Powder. Dit is de kleur 30 Nude Sand. Erg mooi poeder, er zitten een paar mooie dingen ingebekend, patroontjes. En het is gewoon een hele fijne poeder, eigenlijk gewoon een hele leuke toevoeging aan het assortiment vind ik zelf. Dan de Rimmel Provocalypse. Dit is zo'n tweestaps lipproduct. Ik heb de kleur Dare to Pink. Je brengt eerst de kleur aan, die laat je 1 tot 2 minuutjes drogen. Daarna breng je de transparante gloss eroverheen aan. Wat ik gewoon heel erg vrolijk vind, zijn die lipjes hier al op. En hij doet me ook eigenlijk heel erg denken aan de 24 Hour lip product van Maybelline. Alleen hier al heb je dus een gloss en daar is het meer een transparante stick die je eroverheen aanbrengt. Dan een nieuwe oogschaduw van Essence, de I Love Nude. Ik heb de kleur Cake Pop. Het zijn een beetje baked eyeshadows. En ja, ze zijn heel fijn in gebruik. Ze hebben best wel veel pigment. En ik denk eigenlijk dat je er nog mooiere ooglooks mee zou kunnen creëren als je meerdere oogschaduws uit deze collectie hebt. Ik heb er zelf één. Maar ik vind het wel een heel tof product. Dan deze lipstick. Deze zat ook in de nieuwe collectie van Essence. Hij heet We Are-ing Only a Smile. Dit is ook een nude product. Ik hou zelf heel erg van nude. Ik snap ook wel dat heel veel mensen echt een beetje klaar zijn met het nude. Maar bij mij zijn ze nog echt een favoriet. En ik vind deze collectie dan ook heel erg leuk. Daarbij hoort ook een nude lip liner. Deze heet ook In The Nude. En de lip liners van Essence zijn gewoon super fijn. Ze zijn heel goedkoop. En deze kleur die stal mijn hart toch een beetje. Vandaar dat hij ook in deze video zit. Het laatste nude product is de XXL Nude Lip Gloss van Essence. Dit is de kleur Soft Whisper. En die XXL lip gloss van Essence zijn natuurlijk gewoon super fijn. En ja, deze kleur die moest ik gewoon hebben, omdat die natuurlijk een beetje op mijn lijf geschreven staat. Dan het laatste product is een matte dip eyeliner. Deze is van Catrice. Deze is uit de Dolls Collection Limited Edition. En die ligt op dit moment in de winkel trouwens. Dit is gewoon een eyeliner waar je een hele mooie wing mee kunt maken. Je kunt er een dun lijntje mee zetten, een wat breder lijntje. Je kunt er eigenlijk heel veel kant mee op. En ja, het is gewoon echt een hele fijne eyeliner. Dan was dit mijn favoriete video van maart. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het zelf best wel leuk om een keer zo'n video op te nemen. Overigens zagen jullie onder de producten een tekst staan. En als je daarop klikt, dan krijg je een review te zien. De review die ik dus heb geschreven over deze producten. Waar overigens reviews van zijn. Niet alle producten zijn gereviewd. Maar de dingen waar dus een tekst onder staat, dan, daar zit mijn review onder. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kun je die eventjes gaan bekijken. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Doeg!